Ja, en ik wil een beetje Dubai uitdagen. Dat is een beetje het idee. Want in Dubai rijdt de lokale politie tegenwoordig in Bugattis. De Rotterdammer Don Peridon zag erover een filmpje op YouTube. En bedacht zich dat zijn familie een soort gelijke wagen bezit. Die nu tijdelijk wordt uitgeleend aan de Delftse politie. Achter mij staat een Bugatti Veyron. En dat is uniek, want het is een politievoertuig die vandaag onthuld gaat worden. Waarom we dit doen en waarom we vandaag daarmee de weg op gaan, is om aandacht te vragen voor de open dag van de hulpdiensten in Delft. We verwachten daarmee, als deze ook op 4 oktober in Delft staat, dat daar veel mensen op af gaan komen inderdaad. Hierbij ons voertuig voor 21. De tweede Bugatti politieauto op aarde. In 2,4 seconden op 100 km per uur, een maximale snelheid van iets boven de 400 en een kostprijs van rond de 1,5 miljoen euro. Hoe vaak kan je dit nou doen? Als politie aan jou vraagt, wil jij je auto als politieauto maken? Nou, fantastisch. Toch gaat de Delftse politie met deze wagen geen boeven vangen. Ik moet eens een keer met mijn chef gaan praten, maar ik denk niet dat hij 1,5 miljoen per voertuig over heeft. En dus blijven dit soort taferelen voorbehouden aan de agenten in Dubai.